NOS-journaal. Heineken ontvoerde Cor van Hout op straat doodgeschoten. CDA wil als enige niet meteen een onderzoek naar kabinet met PvdA. Winkeldieven in Oldenzaal worden in een kooi opgesloten. Dames en heren, goedenavond. Heineken ontvoerde Cor van Hout is vanmiddag in Amstelveen op straat doodgeschoten. Van Hout was een van de meest beruchte criminelen in ons land. Wie hem heeft doodgeschoten is niet bekend. De daders zijn ontkomen op een motor. Een liquidatie op klaarlichte dag in Amstelveen. Rond 2:30 vanmiddag werd beroepscrimineel Cor van Hout op de stoep voor een Chinees restaurant doodgeschoten. Volgens de politie waren er twee daders die de aanslag pleegden. We gaan ervan uit dat het een liquidatie is. Daar lijkt het sterk op. Gezien ook het gedrag van de daders zijn mannen op een motor aankomen rijden. En vanaf die motor is gevuurd. De motor die is er vandoor gegaan. En mogelijk teruggevonden in de richting van Amsterdam Buitenvelder. Misdaadjournalist Peter R. de Vries was ook ter plekke. Hij kreeg het nieuws uit eerste hand te horen van de lijfwacht van Cor van Hout. Hij kwam hier uit het restaurant achter ons in de Dorpstraat in Amstelveen naar buiten lopen. Hij had hier geluncht samen met nog twee mensen. En stond op de stoep nog even na te praten. En op dat moment kwam er een motorrijder aan. Twee mensen op die motor. En één daarvan opende met een automatisch vuurwapen het vuur op hem. En daarbij is hij meermalen getroffen en dodelijk. Naast Cor van Hout is een andere man door de kogels geraakt. Hij is zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Cor van Hout stond bekend als een van de beruchtste criminelen van Nederland. In 1983 ontvoerde hij samen met vier anderen biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur. Het tweetal werd wekenlang vastgehouden in een loods in het westelijk havengebied van Amsterdam. Van Hout werd tot 11 jaar cel veroordeeld. In 1992 kwam hij vrij en stortte zich in de drugshandel en de prostitutie. Meerdere malen is hij aan de dood ontsnapt. Dit was de derde aanslag. Hij heeft twee eerdere aanslagen miraculeus overleefd. Bij de eerste werd hij zwaar gewond. De tweede werd hij op een haar na gemist. En de derde is hem fataal geworden. Het is nog gissen naar de daders van de aanslag. Cor van Hout is 45 jaar geworden. In Amstelveen, verslaggever Gerry Eickhoff. Gerry, wat is er toch aan de hand in de Amsterdamse onderwereld? Ja, het begint eigenlijk steeds duidelijker te worden dat de Amsterdamse onderwereld de laatste jaren getroffen wordt door een dodelijke vete tussen twee benders. En waarschijnlijk gaat het daarbij om een ruzie die heeft plaatsgevonden in het jaar 2000, dus ruim 2 jaar geleden, waarbij de inzet een partij drugs was. Daar is kennelijk iets misgegaan en sindsdien zijn er in het Amsterdamse diverse criminelen geliquideerd, 6 in totaal, en bij een paar anderen is het geprobeerd, maar mislukt. En Cor van Hout behoorde tot een van die partijen. Dit was de derde keer dat het bij hem geprobeerd werd. En dit was ook, deze keer zijn de daders succesvol geweest, zou je kunnen zeggen. Ja, de recente liquidaties die zijn op klaarlichte dag. Is dat een nieuwe trend? Ja, dat kun je toch wel zeggen. In het verleden was het natuurlijk zo dat je wel eens vaag iets hoorde over liquidaties. Maar dan werden criminelen altijd gevonden, in een meer of soms ingestort in beton. Dikwijls werd er helemaal geen lijk gevonden. Ja, en de laatste jaren bij deze veten in de Amsterdamse onderwereld gebeurt het inderdaad op klaarlichte dag met alle gevolgen van dien. Want er zijn dus 6 criminelen geliquideerd, maar er zijn ook al een paar keer omstanders bij gewond geraakt. Nou, dat is hier dan vandaag in Amstelveen gelukkig niet gebeurd. Maar je kunt wel zeggen dat het er duidelijk op wijst dat die afrekeningen steeds crimineler, steeds professioneler en steeds harder worden. Gerry Eickhoff, dankjewel. Heineken-ontvoerder Cor van Hout doodgeschoten. Nieuw verlies van ChristenUnie komt hard aan. En ook Israël gaat naar de stembus. De keuze is tussen Mitsna en Sharon. De keuze tussen radicaal en radicaler. Cor van Hout, bekend geworden als de ontvoerder van Freddy Heineken, is vanmiddag in Amstelveen op straat doodgeschoten. Van Hout was een van de belangrijkste Nederlandse onderwereldfiguren. Al 2 keer eerder overleefde hij een aanslag, maar deze derde poging vanmiddag werd hem uiteindelijk noodlottig. Een overzicht nu.
Beminnelijk, maar keihard. Hij reageert als een slang. Dom is hij niet, maar wat hij bereikt heeft, kreeg hij voor elkaar omdat hij angst inboezemt. Zo beschreef ooit een ex-compagnon hem in Weekblad de Nieuwe Revue. Een concurrent in de Amsterdamse onderwereld zei: in onze wereld is hij niet populair met zijn grote bek en zijn arrogante optreden. Hij hield er hele gewelddadige incasso-methoden op na. In wezen bleef hij maar gewoon een dief. Een rondje langs oud-rechercheurs die toch wel geschokt klinken, levert identieke omschrijvingen op. Een inventieve man, maar schadelijk voor de maatschappij. Cornelis van Hout, een van Nederlands bekendste criminelen, is 45 jaar geworden. In de Dorpsstraat van Amstelveen werd hij vanmiddag door een onbekende op een motor neergeschoten. Driemaal is scheepsrecht. In 1996 en 2001 werd al eerder gepoogd hem te liquideren. Van Hout stond bekend als een van de meest invloedrijke mensen binnen de Amsterdamse onderwereld. Cor van Hout en de misdaad. Op zijn 14e liep hij zijn eerste schotwond op. In die puberjaren droomde hij er al van miljonair te worden. Hij bedacht om Alfred Heineken te kidnappen en ontwikkelde samen met zijn maten een ingenieus en bijna foutloos ontvoeringsplan. Najaar 1983 was het zover. Nederland is verlamd door de plotselinge verdwijning van biermagnaat Alfred Heineken en zijn chauffeur Dodere. Van Hout vraagt en krijgt 34 miljoen gulden. Maar bij toeval wordt de bergplaats ontdekt en Cor van Hout wordt opgepakt. Hij krijgt uiteindelijk 12 jaar gevangenisstraf. Na een vroegtijdige vrijlating belandt Van Hout in de onroerend goed- en seksbusiness. Begin jaren 90 krijgt de politie signalen dat Van Hout opnieuw het verkeerde pad ingeslagen is. Van Hout heeft publiekelijk altijd het gebruik en de handel in harddrugs veroordeeld. De politie zag in hem de spil van een omvangrijke criminele organisatie die internationaal in softdrugs handelde. In 1997 worden bij deze organisatie wapens, maskers, pruiken en sieraden gevonden. In 1996 wordt voor het eerst geprobeerd Cor van Hout te liquideren. Omdat Van Houts kind een lied van Guus Meeuwis zou willen afluisteren en daarom ook de vader in de auto blijft zitten, zou de aanslag zijn mislukt. Al wordt hij nog wel geraakt door 3 kogels. In december 2000 is Van Hout opnieuw doelwit van een moordpoging. Deze keer mist de schutter doel. Cor van Hout raakte bevriend met misdaadjournalist Peter R. de Vries en gaf hem het exclusieve verhaal van de Heineken-ontvoering. Het werd een bestseller. De misdaadjournalist noemde Van Hout ooit een van de meest intrigerende mensen die hij in de misdaadwereld had ontmoet. De twee hadden regelmatig contact. Deze positieve woorden van de Vries zijn niet verwonderlijk. Toen eens een compagnon van Van Hout Peter R. de Vries wilde liquideren, zorgde één telefoontje van Cor van Hout ervoor dat Peter R. de Vries in leven mocht blijven. Als het goed is, hebben we nu aan de telefoon misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink, die Cor van Hout een aantal keren heeft ontmoet. Korterink, mag ik u vragen, hoe kwam u met Cor van Hout in contact? De aanleiding was dat hij in Frankrijk zat voor een... hij was toen... hij moest uitgeleverd worden naar Nederland op verdenking van de ontvoering van Heineken. Ik ben toen een aantal keer als journalist daar bij hem geweest. Hij zat toen samen met zijn collega ontvoerder in een hotel. En toen heb ik hem voor het eerst een aantal keren gesproken. Is dat makkelijk om met zo iemand in contact te komen? Dat viel me daar niet tegen, maar zij verveelden zich daar ook ontzettend. En ze waren blij, geloof ik, dat er met elke afleiding die er was. En wat merkte u? Wat voor man was het? Wat voor indruk kreeg u van hem? Ja, het probleem met dit soort mensen is natuurlijk altijd, wij maken ze mee op het moment dat ze altijd heel vriendelijk en aardig zijn. En je maakt ze niet mee op het moment dat ze hun vervelende dingen doen. Ik vond hem een heel aardig, sympathieke, humoristische man. Nou, zeiden we net al in de presentatietekst van het lijkt wel iets van 3 keer is scheepsrecht. Was u verbaasd toen u het hoorde? Ja, ik was wel verbaasd. Ik had vanmiddag nog iemand gesproken die hem heel goed kent. En die zei juist dat hij de laatste tijd wat rustiger was. Dat hij ook zich minder bedreigd voelde. Je merkt wel als je met hem praat, als je ergens met hem zit, dat hij de hele tijd om zich heen kijkt. En dat hij dus heel erg op zijn hoede is. Dat is een soort tweede natuur geworden. Maar eigenlijk had iedereen die hem een beetje kende het idee dat het de laatste tijd rustiger was geworden. De grote vraag is natuurlijk, wat kan het motief zijn
van de daders? Heeft u een idee? Het zijn altijd zakelijke ruzies in dit soort gevallen. De vorige aanslag op hem is duidelijk gepleegd door zijn voormalige compagnons. Die zijn er ook voor opgepakt. Helaas is het daar is het bewijs niet van geleverd. Maar ik had begrepen dat met die partijen de vrede was gesloten. En uit die hoek verwachtte hij zelf eigenlijk ook geen aanslag. En u? Meneer Korterink? Ja. Hoort u mij nog? En nou, u verwachtte dat ook niet? Wat zegt u? En u verwachtte dat ook niet? Nee, ik had het ook niet verwacht. Je weet natuurlijk altijd van een aantal figuren dat ze bovenaan de dodenlijst staan. En daar hoorde hij ook zeker bij. Maar dit komt voor mij ook heel onverwacht. Nog even kort. Mogelijk motief? Een zakelijk conflict, denk ik zeker. Ik weet dat hij in het restaurant waar hij nu is neergeschoten, dat hij daar een jaar geleden ook is gewaarschuwd voor een aanslag. Maar dat kwam uit een heel andere hoek dan van zijn voormalige partners. Okay, meneer Korterink, dank u wel voor deze korte toelichting. De mislukte aanslag op onderwereldkoning Cor van Hout in 1996 is door camera's van de Amsterdamse politie vastgelegd. 14 jaar lang had justitie de beelden in bezit, maar maakte ze niet openbaar. Door nieuwe technieken is de film nu zo bewerkt dat het gezicht van de dader duidelijk herkenbaar is. De Telegraaf zette de film vandaag op haar site. Op de beelden is te zien hoe een man met getrokken pistool naar de auto van Hout in de Deurloosstraat loopt. Hij vuurt 3 kogels af op de Heineken-ontvoerder en op zijn vrouw en kind. De vrouw van Hout sleept haar zoontje uit de auto en maakt zich uit de voeten. Even later stapt ook Cor van Hout zelf uit de auto. Hij loopt duidelijk gedesoriënteerd door de straat. Hij raakte bij de aanslag levensgevaarlijk gewond. Door nieuwe technieken is het gezicht van de vermoedelijke schutter nu duidelijk te zien. Het is de Servische huurmoordenaar Miroslav Protić die een jaar geleden door de politie achter de tralies werd gezet. 7 jaar later, in 2003, lukt een volgende aanslag op Cor van Hout wel. Hier in Amstelveen wordt hij geliquideerd. Nog steeds heeft het Openbaar Ministerie die liquidatie in onderzoek. Maar Cor van Hout, de ongekroonde koning van de onderwereld, had veel vijanden. En of de dader van de mislukte aanslag uit 1996 ook de uiteindelijke moordenaar van Hout is, dat heeft het Openbaar Ministerie nu nog steeds niet helder. Toen van Hout werd geliquideerd, deden meerdere theorieën de ronde. Zo zou Willem Holleder, oud-compaan van Cor van Hout, achter de moord zitten. Maar ook de Joegoslavische maffia was in beeld als opdrachtgever. Protić, die op de beelden uit 1996 te zien is, zou heel goed door de Joegoslavische onderwereld kunnen zijn ingehuurd. Maar of de politiebeelden daadwerkelijk een nieuw licht werpen op de moord, is onbekend.